Het dreigende verbod op het landbouwgif glyfosaat is een klap in het gezicht van de Nederlandse tuinbouw, vinden veel boeren. Zij willen het middel gewoon blijven gebruiken. Nou, het is gewoon heel jammer dat dit middel verdwijnt, wat zou kunnen verdwijnen, want het is een middel wat veilig is voor mens, dier en milieu. En alternatieve middelen die gaan vaak toch op een andere manier en die zijn vaak toch wel meer schadelijk dan Roundup. Volgens Barendrecht is er een heksenjacht ontstaan op het gif glyfosaat. Kankerverwekkend zou het zijn en er zouden gewassen zijn waar geen onkruid meer omheen kan groeien. In andere delen van de wereld zou je dat tegen kunnen komen. Want dan heb je bijvoorbeeld Roundup Ready gewassen. En daar is denk ik ook de hele hetze een beetje tegen gevoerd. Dat zijn gewassen die je zou kunnen telen zonder onkruid, omdat dat gewas resistent is tegen Roundup. Dat is in Europa absoluut verboden en de Nederlandse landbouw wil dat ook absoluut niet. Het kan echt anders, zegt John Huiberts uit Sint Maartensvlotbrug. Hij gebruikt geen chemische onkruidbestrijders meer, maar maakt juist gebruik van wat andere boeren onkruid noemen. De grond wil altijd bedekt zijn, dus als er niks groeit, gaat er wat groeien. En dat noemen we allemaal onkruid. Door die groene massa erop hebben staan, dan krijg je meer natuurlijke vijanden van allerlei rare ziektes in de grond. Maar als je dan glyfosaat gaat gebruiken, krijg je dus een onbalans in het bodemleven. En daardoor krijg je dus en ziektes en andere onkruiden. Boeren die het gebruiken, die maken het zich eigenlijk alleen maar steeds lastiger. Ja, dan heb je dus een prachtige, mooie grond om te bewerken, zoals het eruit ziet. En als je hier bij ons onder die groenmesten kijkt, dan zeg je, hey, dit is echt mooie grond. De hele wereld kijkt met jaloerse blikken naar de Nederlandse landbouw. Hoe krijgen jullie het voor elkaar om zo schoon, netjes, effectief te produceren? Daar ben ik hartstikke trots op en dat zal heus niet zomaar verdwijnen.